Yo mensen, lekker games. Ik ben Giel en hier zie jij FIFA. En je denkt, Giel, je hebt al heel lang in FIFA mee gespeeld. Ja, dat weet ik, maar we gaan hier vandaag weer een nieuwe serie starten. En dat is co-op seizoenen met Shakhtar Donetsk. Of Sweet, hoe je het ook zegt. Maar ik ben hier vandaag met iemand anders bij en die zal er elke aflevering wel bijna bij zijn. En dat is deze jongen. Yo. Ja, ik ga het je nou nog niet zeggen, maar hij zei iets. En we gaan meteen een potje zoeken. En dan zijn we er zover als we het potje hebben gevonden. Mensen, we zijn er weer. En Emre is blauw, ik ben rood. En dat zul je ook zien aan de naam. Giel FIFA 16 natuurlijk. Maar we gaan goed proberen te winnen. Volgens mij is het met koopseizoen ook dat je gewoon echt een seizoen speelt, of niet? Jawel toch? Oh. Gelukkig. We verliezen hier al meteen. Maar we gaan gewoon winnen. Ik was te groot, hè? Jij was blauw, hè? Oh, wat doe je nou, jongen? Wat is dat? Oh, best een goede baas. Best een goede baas. Maar ik heb nog iets. Maar daar ga ik ook nog een hele andere video over maken. Van, dat er iemand uit Lekker Games is. En daar ga ik nog een andere video over maken. En dat zul je ook nog zien op ons kanaal. En maar nou gaan we gewoon lekker koosjes in de spelen. Kijk, als ik dat zo hard ga verliezen. Oké, jongen. Ja, wat zijn we nou aan het doen, jongen? Oh. Dan ga ik diep. Oh. Ja, we gaan scoren. Hey. Van Bernard. Dat is niet Bernard. Of Marlos. Volgens mij is dat Marlos. Ik had Marlos op vorm. Op mijn team. Hoppa, dan gaan we weer. Hoppa. Kijk. Oh, zo gaat hij er niet in. Oké. Oh, nee. Oh, gelukkig. Goed zo, Emre, jongen. Goed zo. Eerste goede ding die je hebt gedaan in deze wedstrijd. Maar... Pas. Schiet. Oh. Daar, achter. Zo. Oh, daar gaan we ook weer. Hoppa. Ga me hier nou pasen. Oh, Marlos weer. Oh, een lekker balletje. Hoppakee. Die zit er ook weer in. Hebben we nou Rabobank op een shirt staan? Heb je nou ragequitten? Nee. Is dat een ragequitten? Ragequit. Hoppa. Iemand had volgens mij geliefd. Eén iemand. Maar, mannen, zien we jou. We zijn er weer. Tweede potje. Ik doe denk ik elk potje, ja, elke aflevering twee potjes. Ook al is er één race, maar doe ik nog steeds maar twee potjes. En is het maar voor jullie te hopen dat er geen twee potjes één race quit komt. Ik kan nog wel soms, als er een race quit komt, echt meteen, dan kunnen we wel gewoon drie potjes doen of vier. Maar nu is het nog even twee potjes. En we gaan die gewoon meteen aanvallen. Hop. Oh, kan die aanramen, joh. Wat een aanname, jongen. Dat zie ik onze A1'ers doen. Piatov doen. En die was eerst rechts buiten en die is nu rechts achter. En dat is Piatov. Hier, geef hem. Oeh, bijna. Hoe deed hij nou? Het is Piatov, het is Piatov. Oh. Piatov scoort ook gewoon bijna ook, hè. 0-0. Met Texera en de goal en hij heeft gewoon weer een redding. Oh, wat een beest. Die Texera. Pas. Oh, jongen. Piatov. Kijk die Texera, man. Kijk hoe klein hij is. Kijk hoe klein hij is. We gaan wel winnen. Hier, Piatov. Piatov. Daar gaat hij. Piatov. Nee. Tel. Piatov heeft toen nog een assist ook. Hij wordt eigenlijk een middag te matchen, zie ik echt nog wel gebeuren. Piatov. Piatov. Kijk hoe groot die bent, dus Piatov. Oh, mooi. Mijn tegenstander dan wel, dat is echt nederig. Dat is heel een diepe reactie. Ja, zeker. Hij gaat denk ik weer een rage quit. Hebben we gewoon weer een rage quit? Nee. Nou heeft Piatov geen hat-trick. Alweer. Oh, mooi. Maar we hebben dus nu 6 punten in
in 2 wedstrijden, hè? Waar kan je dat zien eigenlijk? Ja, weet je goed. Onder... Oh jawel, ik zie het al. We hebben 6 punten. En we hebben 2 gewonnen en 1 verloren, want dat was die keer dat jij liefde. Maar ik ga hier ook de video mee afsluiten. Laat zeker een like achter. Abonneer als je nog niet op ons bent geabonneerd. En laat een comment weten of jullie meer willen zien van dit. En laat challenge weten. En dan zie ik jullie later. Ciao.